Jongens, wat ik wel heel even moet zeggen. Het geluid, niet van mijn stem, maar van de app, loopt niet gelijk met de video. Hoi jongens, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal Job van der Linden. Vandaag gaan we Super Slime Simulator doen. Ga ik jullie laten zien hoe dat werkt. Lekker slijm, kan je fijn mee spelen. Hoor de geluid. Het geluid mag het zijn toch niet. Hier zie je een overzichtje van al je gemaakte slijm. Ik heb er tot nu toe 1. Kan je verwijderen, die doe ik even met deze. Hup, weg ermee. En we kunnen een nieuwe maken. En je hebt bovenaan. Is hij weer een beetje ingezoomd, jongens. Bovenaan zie je een lijstje. Kunnen jullie niet zien op dit moment? Hoeveel munten ik heb. Het is deze soort slijm. Oh god. Sorry jongens, ik ben mijn beeld ook een beetje aan het verstellen. Je hebt hier keuze uit heel veel kleuren. Zoals je nu ziet. Deze door. De randjes zien jullie hierboven. Dit bedoel ik. Sorry jongens, dat ik zoveel in en uitzoom. Hier de rij met decoraties. We doen nu eventjes dit. Dan kan je nog, ja, welke kleur dat is. Oh, met deze heb je dus maar eentje. Dan kan ik je vegen om die erin te zetten. Kijk. De geluiden, die geluiden ook tussendoor. Je kan een decoratie 2 toevoegen. Dat gaan we ook doen. Best leuk. Die. Gaan we nog een ander soort van die. Deze. Zo, dan gaan we ze erin zetten. Ik ben daar nu klaar mee. We kunnen een naam kiezen. Gewoon mijn eigen naam, Job. Yay, 250 muntjes erbij. Bij 1000 munten kan je een envelop. En dit is ons leuke slijm die we hebben gemaakt. Hoor. Like sound. Ja toch? Lekker fluffy. Het is echt hier bovenaan. Oh wacht, dat zien jullie niet goed. Hierboven. Wacht, ga je zo even nieuw slijm maken hoor jongens. Sorry dat ik jullie zo onderbreek hierboven en dat ik dan opeens slijm ga maken. Maar ik ben zo verslaafd dat ik gewoon helemaal vergeet dat ik het aan jullie wil laten zien. Sorry daarvoor. Kleurtje van de 10.000-tallen kleuren. Laten we blauwe slijm maken. Dan ga ik deze slijm ook blauwe slijm noemen. Die dadelijk ook heel even inspreken. Zo, decoraties hoeft niet. Even kijken, gewoon de geheim wat ertussen zit. Nee, niks aan. Heel even inspreken hoor jongens. Blauwe slijm. Zo. Ja, 250 munten. En dit is onze mooie blauwe slijm geworden. Heel leuk. Hé, hey, we kunnen een envelopje. Wat hebben we hierboven, zoals je ziet, 1000 munten. Kijk. Yes, we hebben een soort kleur groen. En we hebben een soort rode kleur.
Dus twee nieuwe kleuren om onze slime mee te kunnen maken. Die envelopjes kan je elke keer als je 1000 munten hebt. Hier heb je overzichtje wat je allemaal hebt en wat je nog kan verdienen in die envelopjes. En je hebt hier een overzichtje. Nee, grapje. Je kan hier alles verwijderen. Als je je slime vervaart, natuurlijk hier rechtsboven. Hier heb je als standaard gemaakte slime waarmee je hierin kunt spelen. Hoor dat geluid. Hier heb je er nog veel meer. Kijk. Heel veel. En daar kan je allemaal mee spelen. Je kan er maar één rest moet je betalen. Nee, grapje. Je kan ze allemaal. Eentje vind ik heel apart. Maar niet zo. Ik ga met deze spelen, jongens. Die. Kijk. Die is zo fluffy. Jongens, sorry dat ik net even zag dat jullie de onderste gedeelte niet zagen. Dat is toch niet belangrijk. Ik ga nu nog een slijm maken. Nee, grapje. Ik ga jullie nog iets heel tofs laten zien. Want je kan namelijk hier spelletjes doen met slijm. Hier kan je, zeg maar, kijk, hier zie je slijm. En dan moet je dat dadelijk zo namaken. Oké. Go. Welk type slijm? Die dacht ik. Decoraties, jongens. Geheim. Decoraties ben ik heel slecht in. Hierboven zie je een blauw knopje. Ik zag hem heel goed in beeld. Die kan ik niet goed uitleggen wat het is. Nee, grapje. Dus zo simpel. Daarom kan je de muziek aanzetten tijdens het spel om het nog zin in wat te maken. De kleur was een soort van bruin. Zo bruinig. De decoraties. Ik dacht deze. Ik ga zo even kijken. Of die dan goed telt. Zo. Goed. Fout. Oh. Alleen de decoraties zijn fout. Try again. Nou, ik probeer opnieuw bedoel ik dan eigenlijk. Nou, die zwarte, die doen we als net. Op die hele donkere in ieder geval. Die was goed. Die bruine kleur erin. Even mengen. En nou die andere decoraties. Ik gok maar wat. Ik doe gewoon dit. Voilà. En nou erin plakken die zooi. Hoppakee. Lekker. Heel zuinig ben ik. Lekker. Goed. Weer goed, ik heb alles goed. Beating Super Slime Simulator. Oh my gosh. Nee. Nee. Nou. Ik ben met een video bezig. Nou, dit slijm gaan we niet maken. Hups, weg. Je kan ook foto's maken en dan verandert je foto in slijm. Oh, dom. Want ik zie dat ik hier... Ja, je ziet hier dat de schermopname is waar ik mee bezig ben. Even kijken waar je camera staat. Even kijken. Oh, help! Gaat hier helemaal fout. Nou ja. Nee, ik wil niet klok! God, het gaat hier helemaal mis. Nou, dan openen we de app gewoon. Camera. Maak een foto. Klik. Even kijken. Ja, perfect. Gaan we terug naar de app. Oh, ik hoor geen geluid. Oh. Dat is apart. Nou ja. Dan gaan we gewoon de app even opnieuw openen. Helpt altijd. Oh, wat doet die nou weer? Helemaal mis. Even de app opnieuw. Gaat die weer helemaal opstarten.
Nou, gelukkig duurt dat niet lang. Gaat hij weer naar deze slijm. Gaan we weer naar spelletjes. Die tikken we mijn foto. Ja, die foto's tikken op mijn foto. Kijk, als je nou met het slijm speelt, zie je dat mijn hoofd helemaal verandert. Apart, hè? Heel apart. Dus ik ga lekker zo mijn gezicht helemaal raar doen. En mijn koppie kan ik ook nog even aanpassen. Zo, haha, gezellig. En ja, dan kan je vervolgens delen. Je kan ook je echte slijm delen die je maakt. Volgende, ik weet eigenlijk niet bepaald wat het is. Je moet dus eigenlijk vegen. En dan veeg je dus dit helemaal wit. En al die spikkeltjes gaan dan weg. Yes. De laatste is dat je, oh, je kijk, dan kan je maar een bepaalde tijd. Dus dan moet je weer 19 minuten wachten. Hè. De laatste is, kan je een slijmtekening maken. En die regenboog zoals je ziet. Want ik, ja, je ziet ook dat het handje het voordoet. Ik ga een soort bal maken met rood en dan in het midden blauw. En de omgeving weet ik nog niet. Kijk hier. Maak ik om dat rode heen blauw. Zo. Oh, ja. En in dat gat wat nou nog over is, doe ik donkerblauw. Zo. Ja. En de rest van de omgeving wat nog grijs is, kan je gewoon mooi met geel bedekken. En vervolgens kan je nog regenboog toevoegen, wat ik niet ga doen. En ook die kan je weer delen, als je dat niet hoeft, tik je rechtsboven. Dat was de video. Like en abonneer op mijn kanaal. En dan zeg ik later. Hey. Jongens, mijn intro doet het niet. Video blijft gewoon doorlopen, jongens. Lekker slimy. Oh my gosh.